NEC moet na de winterstop vol aan de bak om nog een positieve draai aan dit seizoen te geven. En volgens trainer Jack de Gier is het dan erg belangrijk om de laatste trainingen voor de wedstrijd uit te voeren zonder pers langs de lijn. Jack, dat was de eerste week van besloten trainingen. Waarom is de keuze gemaakt? Nou, we zijn maandag teruggekomen. We hebben dinsdag en woensdag hebben we gewoon openbaar getraind. Gisteren hebben we vrij gehad, donderdag. En vrijdag en zaterdag trainen we inderdaad besloten. Waarbij zaterdag en het laatste gedeelte open is. Keuze is gemaakt om gewoon rustig te kunnen trainen. En dingen te kunnen trainen die niet meteen overal op social media verschijnen. Ook om een beetje de druk van de spelers af te halen of iets dergelijks? Ik wil spelers in ieder geval ook privacy bieden in bepaalde trainingen. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om goed gevoel te krijgen. Dan naar Eindhoven. Hoeveel dingen heb jij gezien tegen Hannover bijvoorbeeld die jou goed doen ten opzichte van Eindhoven? Ja, we spelen twee verschillende systemen. Dus wat dat betreft de wedstrijd van Hannover hebben we in ieder geval een bepaalde verdedigende organisatie neergezet. Geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat is altijd belangrijk. Nou, wel wat te weinig kansen gecreëerd. En kijk, tegen Eindhoven wacht ook wel dat we heel veel in kleine ruimtes komen te spelen. Omdat Eindhoven vanuit de omschakeling gewoon sterk is met de snelle spelers. Dus is dat eigenlijk een heel ander beeld wat je ook neer moet leggen bij de spelers. Belangrijk is dat je aan de bal heel goed zal zijn. Dat je onnodig balverlies voorkomt. En dat je met je restverdediging goed staat. Want uiteindelijk zijn we daar bijvoorbeeld ook in de wedstrijd tegen Twente. Heeft ons dat twee doelpunten gekost. Dus daar moeten we alert op zijn. Sven Braken ontbreekt. Is hij niet fit genoeg? Of Transe Brikelov, of allebei een beetje? Nou, niet fit. Kijk, Sven heeft trainingskamp gemist. Sven is net als alle andere spelers getest. Alleen alle andere jongens zijn in Marbella getest. En Sven pas woensdag toen we terug waren. Daarnaast spelen er om Sven gewoon nog een heleboel dingen in verband met een eventuele transfer. En vandaar de keuze dat we gezegd hebben, nou, de test maken. Vandaaruit opstarten bij Jong NEC. Wij trainen met voornamelijk spelers die richting de wedstrijd van Eindhoven gaan. Dan sluit hij weer aan als het moment daar is. Verder is het vrij duidelijk wie er ontbreken, Alblas en Wolters nog. Tom Overtop is nog een twijfelgeval, hoe is het met hem? Nee, Tom is geen twijfelgeval, want Tom heeft in Marbella twee keer gespeeld in twee wedstrijden. Dat hebben we volgens afspraak gedaan. En voor de rest heeft hij gewoon kunnen trainen en is hij volledig inzetbaar. Mooi, dan naar Eindhoven, want dat is natuurlijk wel gelijk een tegenstander waarvan je denkt, nou, die moet je wel winnen. Als je die wint, dan kun je vooruit kijken. Als je die verliest of niet wint, dan is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal, of niet? Nou ja, ik kijk alleen naar hoe we die wedstrijd kunnen winnen. Ik denk dat het voornaamste is. En over andere scenario's kun je niet voorbereiden en dat moet je ook niet doen. Alleen we hebben geprobeerd om de afgelopen trainingsdagen te gebruiken om ook weer voetballend een bepaalde rust te creëren. Goed aan de bal zijn en uiteraard je verdedigende organisatie goed neerzetten. Ja, dat is voetbal, daarvan moet je vertrouwen krijgen. En dat moet je doen door individueel sterker te worden, door als team sterker te worden. En dan krijg je een win-win situatie. Ja, meer is het niet. Je kan altijd leuk trainen, je kan hard trainen, je kan goed trainen, je kan slecht trainen. Uiteindelijk gaat het erom dat je drie punten pakt. Succes aan zondag. Dankjewel. Okay. Jij bent ook weer terug in Nederland. Even verder denk ik, of niet? Ja, vooral het weer en de velden. Maar het is lekker om terug te zijn. Ook lekker denk ik om zo'n trainingskamp terug te hebben. Ben je daar als groep goed vanaf gekomen denk ik? Ja, heel goed. Ik denk als we naar het niveau kijken, nu ook in de trainingsintensiteit, dat het echt heel veel omhoog is gegaan. En ook met de 11 tegen 11 wordt veel gevraagd. Dus ik denk dat het wel alleen maar goed heeft gedaan, het trainingskamp. Je hebt nu ook een aantal trainingen gedaan met de nieuwe spits Ferdy Druijf. Die zal ook waarschijnlijk starten als Braken er niet bij is. Hoe is het met jou, tussen hem en jou? Ja, heel goed. Met mijn Ferdy. Ik vind het goede spits. Ik wil niet nu allemaal dingen gaan zeggen om bij hem die verwachting hoog te zetten. Maar ik kan heel fijn met hem spelen. Gisteren ook een steekbal die hij afmaakt op training. Voorzetten. Ja, ik vind het een hele fijne spits. Ik denk dat hij ons wel kan helpen. Ja, want ik had met hem gesproken. Hij zei, ja, bij Jong AZ had ik een medespeler die legde alle ballen in mijn hoofd en dan kopte ik ze allemaal in. Jij bent een speler die ik ook veel naar binnen zie komen. Kun je ook de voorzetjes geven? Jawel, ik kan ook de voorzetten geven. Nu heb ik ook een spits die dat echt graag wil. Dus dan moet ik ook een beetje in het belang van hem spelen. En Okita is normaal ook iemand die bal voorslingert. Dus ballen krijgt hij wel.
Mooi, dan naar Eindhoven. Dat is natuurlijk ook een wedstrijd die je wil winnen. Ja, eindje hier vandaan, hè? Nee, Eindhoven. Ja, die wedstrijd hebben we thuis hebben verloren. Onterecht, 1 kans gehad. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En om gewoon de ambitie die wij te hebben en de goede weken die we gehad hebben nu echt door te trekken, moeten we die wedstrijd gewoon winnen. En dan kan je langzaam weer een beetje het goede gevoel doortrekken. Dankjewel, succes ermee. Zondag om 2:30 in het Jan Lauwers Stadion in Eindhoven, FC Eindhoven NEC.